dat is september. Voor mij is het zeg maar zo van focus. Voor Maurice waarschijnlijk ook. Hè. Kinderen gaan weer naar school, je komt weer in een vast patroon. En ja, dat houdt gewoon in dat we gewoon weer even, hè, daarom doen we de Goud-Droog Challenge weer van start laten gaan. Na de zomer hebben we vaak wat meer gegeten, moeten we weer eventjes ietsjes afvallen. Want je wilt niet dat je dus weer 25% lichaamsvet gaat krijgen. En dat je dat weer de volgende winter weer eraf moet gaan werken in 20 weken. Dat is gewoon helemaal kut. Dat is niet wat je wil. Je kan best een beetje aankomen, dat ben ik zelf ook. Maar ik wil wel die zichtbare apps houden. Dus het is focus seizoen weer gewoon. Je moet weer even een sub-focus seizoentje hebben. Na die zomervakantie. Dat alles weer in balans blijft. Maar iedereen heeft het over afvallen. En dan heb je vaak mensen die dan echt 20 kilo moeten afvallen. Die helpen wij ook graag. En dat doen wij dus ook echt met succes. Je hebt Mace Dix, die is echt gigantisch veel afgevallen. We hebben natuurlijk Kai. En zo hebben we heel veel mensen die gewoon een half mens of een heel mens zijn afgevallen. En waar dat dus elders niet lukt. Dus het heeft allemaal te maken met die mindset die wij in die mensen brengen. Door deze video's ook. Door gewoon te zeggen, joh, wij vertellen jou gewoon wat je moet horen. En niet wat je wil horen. Het is geen dieet, het is een lifestyle. Een dieet, dat is duidelijk, dat gaat niet werken. Het gaat om die gewoonte creëren voor jezelf. Als jij een gewoonte creëert, dan blijf je dat doen. Dus dat is hetzelfde ook andersom. Als jij de hele dag dus een gewoonte hebt van hey, ik wil een heel brood eten met pindakaas op mijn werk, want daar ga ik hard van werken. Als je dat jezelf hebt aangepraat. Maar je hebt zo'n pens en je doet ook nog een blik bier erbij elke avond. Dat zijn jouw gewoontes. Dan blijf je dat doen en dan blijf je dik. Dan gaat er niks veranderen in je leven. Maar je kan het ook andersom doen. Alleen het is hard werken in het begin. Dus je moet zorgen dat je die gewoontes hebt. Dat je bijvoorbeeld, ik eet gewoon door de week geen ontbijt. En ik stel mijn maaltijd zo lang mogelijk uit. En dat is tijdelijk, hè. Want je moet eerst afvallen. En dan kan je weer op een normaal niveau zitten. Qua calorieën. Dus zorg ervoor dat je die gewoontes eerst echt elke dag. Schrijf het op een spiegel. Bij de badkamer, op blaadjes. Skip je ontbijt. Bij de kastjes, ook gewoon van die gele papiertjes, nootjes, gewoon neerzetten, aantekeningen en gewoon zeggen van joh, blijf met je handen uit die klauw, met je klauw uit die kastjes. Wat ik ook heb geleerd van Kai bijvoorbeeld, die dus 80 kilo is afgevallen, huidoperaties heeft gedaan, noem maar op, die gewoon echt een leven terug heeft gekregen, is dat hij zijn hele leven lang bij klinieken heeft gelopen, overal kwam die en het enige wat hij hoort is, het ligt niet aan jou. Jij hebt genetische obesitas. Jij hebt iets waar je niet zoveel aan kan doen. Noem maar op. Fuck off, man. Je moet alsnog zelf die kilo's kwijtraken. Je moet alsnog zelf je eten beheersen met wat je binnenkrijgt. Shit happens dat jij misschien inderdaad genetisch gezien meer kans hebt om dik te worden. Veel meer. Maar dan nog is het jouw lichaam en moet je roeien met de riemen die je hebt. Je wil niet horen dat je er niets aan kan doen. Want de enige die er wat aan kan doen, dat ben je zelf. En je hoort het ook met al die diëten. Ja, het ligt allemaal niet daaraan. Het ligt aan de gluten, het ligt aan de koolhydraten, en het ligt aan dat. Maar nooit aan de persoon zelf. Wij zeggen gewoon, hey, je moet jezelf uit de strand helpen. Je moet je mouw houden. En dat is gewoon waar het op neerkomt. Heel hard gezien is dat natuurlijk uiteindelijk, moet je altijd jezelf uit de stront helpen. Niemand kan dat voor jou doen. Niemand kan de hele dag... Hier, een ongeluk. Wat is dit, joh? Jezus. Wat is dit dan? Zo piepschuim. Met z'n tweeën gaan ze alles naar elkaar. Oh, dat is plastic, joh. Oh, filetje. Hier, even de uitlaat open. Ja. Hey. Oh. En zo met dat handje, weet je wel. Hey. Dus zodra je die gewoonte eigen hebt gemaakt, dat duurt een aantal weken, dan wordt het steeds makkelijker ook om dus dat vol te houden. Dus het is even lastig in het begin. Nou, eigenlijk is dus eigenlijk het begin het makkelijkste als je gemotiveerd bent en je wil veranderen. Dan is dat, hè, dan ben je gemotiveerd, dan wil je nog, dan verlies je ook heel veel vocht in het begin, maaginhoud. Noem maar op. Maar na week 3, dan wordt het lastig. Want dan ben je al je glycogeen een beetje kwijt. Dan zul je veel minder snel je gewicht zien dalen op de weegschaal.
En dan moet je dus eigenlijk een tandje bijzetten gewoon. Dan moet je gewoon, juist dan moet je meer gaan bewegen, extra letten op je voeding. En uiteindelijk wordt het rond week 3, 4, misschien 5, worden die gewoontes steeds meer eigen. Dat kan heel lang duren, maar naarmate je het vaker doet, vaker in je brein weet op te nemen, dan wordt het dus echt gewoon onbewust een handeling. En dat is wat je wil. En zo ga je jezelf uit de stront helpen. Dat is gewoon eigenlijk wat je aan het doen bent. Want laten we even eerlijk wezen, het is niet gezond om veel te dik te zijn. Dat is gewoon het number one probleem van de westerse wereld. Dat is gewoon dat mensen te dik zijn. Want er komt van alles bij kijken. Allerlei ziektes die te wijten zijn aan te dik zijn. Het is niet oké, zeg maar, om te dik te zijn. Dat zien we nu ook veel op Instagram van die meiden die dan, hè, dat fatshaming en zo. Van meiden die dan echt zwaar overgewicht hebben. Die gewoon 200 kilo wegen bijvoorbeeld. Die dan, ja, dat daarmee volgers creëren en van, ja, het is oké, vooral in Amerika en zo. Dat is dus niet oké. Dat is hartstikke ongezond. Dat is fysiek gewoon niet gezond. En laten we het dan nog niet eens hebben over de mentale problemen die mensen allemaal hebben. Dus help jezelf uit de stront. Dat is wat je moet doen. Je moet dus eerlijk zijn tegen jezelf. Je moet ergens, moet jij snijden in je voeding. En in je oude gewoontes, die moeten gewoon weg. Dat blikje bier elke avond. Opzouten met dat blikje bier elke avond. En eigenlijk als je dat wil doen, kan het nog ook. Het kan ook nog. Maar dan moet je ergens anders weer gaan snijden in je calorieën. Je hebt maar één lichaam, dan moet je de rest van je leven mee doen. En het voordeel is, als je heel veel kilo afvalt, dan kan je dus heel snel die omkeer maken naar een gezond lichaam. Dat is echt gewoon vrijwel in een jaar te doen, allemaal. Het voordeel van een lager gewicht, lager vetpercentage en het sporten erbij, is dat je dus ook op verschillende manieren gezonder wordt. Als je vetpercentage afneemt, dan wordt je hart-longfunctie, je orgaan, vet neemt af. Mentaal word je beter, voel je je prettiger, zit je lekkerder in je vel. En doe het ook voor het flaneren, want jullie willen allemaal natuurlijk net als ons lekker flaneren. Maar dat kan alleen als je daartoe ook in staat bent. Je kan natuurlijk niet naar een festival lekker gaan snoeien 8 uur lang, of 10 uur, of 12, als je daar geen pep voor hebt. Je kunt niet op vakantie met je vrienden, weet ik veel wat jullie allemaal doen, scooters huren, gaan zo niet soms de berg in en daarna nog achter de vrouwtjes aan s'nachts, als je geen pep meer hebt. Dat lukt natuurlijk allemaal niet, weet je. Dus doe het ook voor het leven dat je wil leiden. Als je bijvoorbeeld ook kinderen hebt, zoals wij, in een andere fase zit van je leven, hoe fucking blij zijn Jin en Bemin en Nio en Isabella met hun vaders, weet je wel? Hun fitte vaders, die eventjes hun naar school kon brengen. Daar zijn ze gewoon trots op. Daar staan gewoon gebouwen, weet je, met blokken. Die Jin zegt, ja, je hebt weer mooie slangen, papa. Slangen, weet je, dat is gewoon wat je wil. Wees een vader voor je kinderen. En ik weet dat het allemaal niet zo makkelijk gaat als je ook kinderen hebt. En dat zijn wij nu de voorbeelden van. Alleen het kan dus wel. Ik doe het juist voor die jongens. Dat is mijn motivatie om juist even fit door het leven te gaan. Om te laten zien op die fucking ouderavond wie de fucking man is. En men praat altijd over die intrinsieke motivatie. Maar het mooie is, als je die niet hebt, als je niet van nature zoiets hebt van, weet je wat, ik ga even die strijd met mezelf aan en ik eet een keer niet. Dan hoeft dat niet, want dan moet je het niet voor jezelf doen. Maar dan doe je het dus inderdaad bijvoorbeeld voor je kinderen. Dan doe je het voor je partner. Dan doe je het voor je werk. Wat verlangt van jou bijvoorbeeld dat je wel gewoon naar al die klanten gaat om die salesgesprekken te doen en zo. En niet dat je daar komt van, oh, ik ben zo fucked up, ik heb honger, dat hele salesgesprek gaat fout. En heb je weer geen bonus aan het eind van de maand. Nee, dat zijn ook allemaal dingen waarvoor je kan afzien. Ja, je moet altijd naast je persoonlijke doelen, moet je dus iets hebben wat groter is dan jezelf. Ja. Dus doe het inderdaad, wat Maurice zegt, voor je kinderen, voor je werk. Juist voor je werk. Maar dat mensen zeggen, ja, ik kan dan niet werken. Nee, dat is onzin. Kijk, ik snap dat als jij lichamelijk werk doet, dat even lastig is, ja? Dus als je stratenmaker bent, dan weet ik van. Maar ga dan niet s'avonds de hele dag bier drinken nog. Dan moet je ergens in snijden. Maar als jij bijvoorbeeld die salesgesprekken gaat doen, ik zorg er juist voor
dat ik nog niet heb gegeten als ik zoiets inga. Ik zorg er juist voor dat ik honger heb. Gewoon letterlijk honger heb. Honger voor fuck succes. Dat is wat je moet creëren. Ja. En je moet echt eerlijk zijn, vooral dus tegen jezelf. En niet excuses gaan zitten maken naar jezelf toe. Ja, maar dat kan ik mezelf niet doen. Nee, juist kan je die sales doen. Zo moet je gaan denken. Wees blij dat je mag eten nadat je die sales hebt gedaan. Ja. Weet je wel, wees blij dat je een keertje mag eten. Het is helemaal niet vanzelfsprekend dat iedereen maar de hele dag loopt te eten waar je maar bent. Wij ook net bij het tankstation. We lopen weer helemaal die val in, Maurice. Ja, het is 1 september, we moeten weer het focusseizoen in. We gaan niet meer eten vandaag. We gaan gewoon niet meer eten. We hebben onze lunch helemaal gehad en het avondeten, we stoppen ermee. Hé jongens, genoeg geluld, wij gaan naar Vlissingen. En als je nou wil dat wij langskomen, dan moet je gewoon even de grootste bestelling doen. Wij gaan voor goud, groei lekker. En ja, nog iets met uit de hoogte doen. Iedereen die ontmoet ons overal op de feesten en ook met die bestellingen. Joh, wij nemen de tijd voor de groeimaten. Onze community, dat zijn jullie. Wij zijn hartstikke blij met jullie. Nou, momenteel doen wij wel uit de hoogte. Kijk eens hoe hoog we zitten. In die 6x6 naar Vlissingen. Dag vriendjes en vriendinnetjes. Team Goud komt er.